De Graafseweg die gaat veranderen. En dat komt door het plan dat de gemeente heeft gemaakt voor de winkelsteeg. En daarbij heeft de gemeente besloten om de Graafseweg vanuit Wiegen, om die tot aan de Neerbosseweg te gaan verleggen. Ja, het is nu een vierbaansweg. Hè. Er liggen hier nu twee banen en er liggen twee banen aan de overkant. Het allermooiste zou natuurlijk zijn als er twee banen verdwijnen. En dat is misschien ook wel de lange termijnvisie van de gemeente. Alleen op dit moment is de vraag of dat haalbaar is. Maar het mooiste zou zijn als er één baan de stad ingaat en één baan de stad uitgaat. Het onderzoek vanuit de gemeente is op dit moment nog bezig. We hebben begrepen dat op dit moment twee banen, één baan stad in, één baan stad uit, nog niet haalbaar is. En toen hebben we nagedacht van, is het dan logisch om die rare knik te maken bij de Neerbosseweg? Of is het misschien wel logischer om die vier banen die er aan de noordkant komen te liggen, om die dan door te trekken tot het traject Cavalierweg? En dat heeft voor dit deel van de wijk ongelooflijk veel voordelen. En ook voor de stad heeft het heel veel voordelen. De voordelen voor de wijk zijn dat dit asfalt allemaal verdwijnt en er allemaal groen voor in de plaats komt. Het heeft voor fietsers het voordeel dat hier nagedacht kan worden over bijvoorbeeld een prachtige snelfietsroute die Neerbos Oost verbindt met de stad, maar ook die station Goffert verbindt met de stad. Misschien heeft het mogelijkheden voor het openbaar vervoer, maar vooral heel veel groen. En een van de ambities van de gemeente is om de stad duurzamer en groener te maken. De gemeente wil voor de rest niets zeggen over dit onderzoek of de plannen. Ze zouden de eerste brief hebben gestuurd, maar daar zou een fout in staan. Binnenkort komt de nieuwe brief op de mat bij de bewoners. Mensen aan de noordkant van de Graafseweg willen niet reageren op camera. Ze melden ons wel dat ze geen brief hebben gezien, maar alles hebben moeten lezen in de kranten. Ze melden ons ook dat ze niet blij zijn met de plannen die de gemeente heeft. Zo zijn ze bang voor meer uitstoot en extra geluidsoverlast. Anton snapt dat de mensen aan de noordkant er een probleem mee kunnen hebben, maar hij blijft positief. Ja, dat snap ik helemaal. En dat vind ik ook belangrijk om daarover na te denken. Maar we moeten wel appels met appels vergelijken. En als je kijkt, als je bijvoorbeeld de Google Maps kijkt, dan zie je heel duidelijk dat het aantal inwoners, het aantal huizen wat profijt gaat ondervinden van ons plan, vele malen groter is dan het aantal huizen wat nadelen gaat ondervinden.